allemaal, welkom bij Fem. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over hoe je je nagels zo mooi mogelijk in vorm kunt brengen. En ga ik jullie een trucje laten zien om dat te doen. Ik krijg best wel vaak de vraag van, goh, hoe krijg je je nagels zo mooi in vorm? En ze zien er zo mooi en sterk uit. Ik heb sowieso al wat video's gemaakt over hoe je je nagels goed kunt verzorgen. En deze video gaat puur over hoe je je nagels mooi in vorm kunt brengen. Het is best wel lastig om een mooie vorm aan je nagels te geven. Zeker als je ze kaal ziet en dan ineens de vorm eraan moet geven, dan is dat heel erg lastig. Daar ga ik jullie zo een trucje voor laten zien. Ik wil jullie ook nog wat vertellen over de vorm van je nagels en hoe belangrijk dat is als het gaat om hoe sterk je nagel is. Heel veel mensen hebben ronde nagels, een beetje echt, nee, die lopen gewoon echt zo. En toen ik begon met mijn website, toen had ik dat ook. Maar het probleem van ronde nagels is dat ze niet sterk zijn. Ronde nagels zijn heel erg vatbaar voor scheuren en versplijten en wat dan ook. Dus als je niet hele sterke nagels überhaupt van jezelf hebt, dan is een ronde vorm al niet heel erg praktisch. Wat ik nu zelf doe, is dat ik een vrij rechte nagel maak. En dat ik er dus, de hoekjes, dat ik die een klein beetje afrond. Ik ga het zover nog allemaal laten zien. Het voordeel van die vorm is dat het veel sterker is. Persoonlijk vind ik ook dat het er mooier uitziet. En ook het is makkelijker om alle nagels hetzelfde eruit te laten zien. Zodat je dus kunt zorgen dat ze allemaal dezelfde vorm hebben. Ik ga jullie gewoon zo laten zien hoe ik dat doe. Het is niet moeilijk, het is gewoon een klein trucje wat je moet toepassen. En het gaat er absoluut voor zorgen dat je al je nagels perfect mooi in vorm kan krijgen. Dit is hoe mijn nagels er zonder nagellak uitzien. Ze zijn verkleurd, dat weet ik. En daarom zien ze er zo geel uit. Dat komt gewoon omdat er een keer nagellak in is getrokken. En ja, dat moet er gewoon uitgroeien. En ik heb toch altijd nagellak op, dus je ziet er niks van. Als je nu de lichte randjes ziet, dan zou je eigenlijk denken van, nou, dat moet je gewoon volgen en dan ga je veilen. Nee, dat is niet zo. Deze randjes zijn namelijk heel erg misleidend. En als je dat volgt, dan wordt de vorm eigenlijk nooit netjes. Nou, ik ga je laten zien wat ik doe om het wel netjes te maken. Wat ik nu eerst ga doen, is dat ik mijn nagels ga lakken met een zwarte nagellak. Het mag ook een andere donkere kleur zijn. Diep donkerblauw of diep donkerrood. Als het maar echt een goede donkere kleur is. Ik heb mijn nagels nu met één laagje zwart gelakt. En dat is in principe gewoon voldoende. Zorg gewoon voor dat de kleur donker genoeg is. En dan kun je je vorm van je nagels veel beter zien. Ik heb mijn nagels inmiddels gelakt en het hoeft echt niet helemaal perfect te zijn. Maar wel zodanig dat de kleur er gewoon redelijk dekkend op zit. Ik heb nu één laagje gebruikt. En zorg er ook voor dat de nagellak goed droog is voordat je nu verder gaat. Nou, wat je nu kunt zien, nu de zwarte nagellak erop zit, is dat je heel makkelijk de vorm van je nagels kunt zien. Kijk, je ziet dat deze niet helemaal egaal, helemaal recht is. Je ziet ook dat deze wijsvinger ook een beetje zielig is. En zo heb ik nog een paar nagels die even bijgewerkt moeten worden. En dat kun je nu veel beter zien. Ik pak nu een glasvel. Dit is er eentje van Co. Je hebt ze van allerlei merken. Ik vind sowieso een glasvel veel beter werken dan welke andere vel dan ook. En ze zijn niet super goedkoop, maar ze gaan wel echt heel erg lang mee. Je hebt ze ook van OPI. Je kunt ze volgens mij zelfs bij Kruidvat en weet ik het wat vinden. Het is echt een aanrader als je je nagels goed in vorm wil houden. Het is belangrijk om een vel te gebruiken en niet om een kniptang of een nagelschaartje of wat dan ook te gebruiken. Een vel is veel beter voor je nagels. En je kunt daarmee ook veel makkelijker de vorm wat eleganter maken. Ik vertelde net al eventjes dat ik mijn nagels eigenlijk zo recht mogelijk heb en dat ik de hoekjes een beetje afgerond heb. Deze nagel die ik nu laat zien, die is redelijk goed in vorm en hier kun je het ook redelijk goed zien. Deze randjes zijn een heel klein beetje afgerond. De bovenkant is recht en dat is hoe ik mijn nagels het liefste heb. Dat ga ik dus ook met deze wijsvinger doen. Wat ik doe is dat ik hem eerst een stukje recht ga veilen en deze is een keertje afgebroken. Dus daardoor is hij aan de zijkant een beetje scheef. Maar ik ga proberen hem een beetje te fixen. Zo. Als je zwakke nagels hebt, is het overigens aan te raden om gewoon zo te doen. In plaats van heen en weer gaande beweging zoals ik doe. Ik heb sterke nagels. Mijn nagels kunnen het hebben. Als je hele splijtende nagels hebt, dan is het aan te raden om gewoon hup een beetje te aaien als het ware. Zo, ik heb er een stukje van afgeveld. Je ziet nu dat de nagellak een beetje zich gaat ophopen. Dan trek ik even de vel naar beneden. Zo. En dan heb je nu dit als resultaat. Vervolgens zet ik de vel op de buitenste hoekjes. En ga ik heel zachtjes, maak ik hem wat zachter. Ik vind van die hele hoekige nagels ook niet zo heel mooi. En dit is gewoon net even wat mooier. En tada, mijn nagel is weer in vorm. Als je hele ronde nagels hebt en je ze nog nooit vierkant hebt geveld, dan is het heel erg raar. Wat je dan gewoon doet, is dat je ze
eerst recht velt en dan inderdaad gewoon hetzelfde doet als wat ik net liet zien. Dus dat je dan de hoekjes meepakt. Als je dat voor het eerst doet, dan is het heel erg raar. En dan denk je van, oh jeetje, wat ben ik aan het doen? Maar als je er eenmaal aan gewend bent, dan wil je eigenlijk niet meer terug naar ronde nagels. Dat heb ik zelf gemerkt. Je ziet dat de nagel van mijn middelvinger nog een beetje aan de lange kant is. Zeker in vergelijking met mijn wijsvinger. Dus die ga ik wel iets korter doen. En het komt dus omdat die andere was afgebroken. En echt altijd als ik mijn nagels vel, ook als ik ze ietsje korter doe of wat dan ook, doe ik het op deze manier. Op deze manier hou ik ze gewoon netjes en blijven ze ook allemaal redelijk gelijk. Zo, er is nu al een heel stuk af, maar hij is nu heel erg hoekig. Nou, dat vind ik niet mooi, dus ik haal nog een beetje van de randjes eraf. Zo. Niet te veel, maar gewoon een klein beetje. Dus de andere kant. Dit is het resultaat en wat ik nu eigenlijk doe is dat ik gewoon de nagel eraf haal en dat ik er een kleurtje op doe waar ik zin in heb. Dit is mijn manier van mijn nagels in vorm brengen. Als je er toch voor kiest om je nagels rond te veilen of juist iets puntiger of juist rechter, dan kun je deze truc ook toepassen, want het werkt absoluut met alle nagelvormen. Doe er nagellak op, je ziet gewoon hoe de vorm van je nagel loopt en je kunt ze perfect in vorm veilen. Heel erg bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren op dit kanaal en tot volgende week. Doei! Nou, welkom bij Fem. Vandaag ga ik jullie een aantal tips en tricks delen die je kunt toepassen met kokosolie. En dan heb ik het over